Ibrahim is 12 jaar geleden geboren in Syrië. Nu zit hij als vluchteling vast op het Griekse eiland Lesbos. Na de dood van zijn broer ontvlucht hij samen met zijn vader en andere familie de oorlog in Syrië. Zijn moeder blijft met een van zijn broers achter. Tijdens hun vlucht worden ze beschoten. Ze zitten 3 maanden gevangen in Turkije voordat ze op Lesbos belanden. Ibrahim ziet wanhopige mensen in overvolle kampen vechten met messen en stenen. Nu gaat het iets beter met hem. Hij volgt onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland zoals Ibrahim. Voor €42 kan hij een maand les krijgen. Samen zijn we de kerk in actie.